trouwens heel prettig, dat het zijn precies dezelfde apparaatjes als bij ons, dus die kan ik in ieder geval gebruiken, want het kost me wel eens een beetje moeite. Geachte heer Asjes, geachte collega's, dames en heren. Om te beginnen wil ik u hartelijk danken voor het feit dat u ons wilt ontvangen. Het is ons een bijzonder genoegen om u hier op Curaçao te mogen bezoeken. En graag stel ik ook de leden van de delegatie aan u voor. Dat is Stef Blok van de VVD, meneer Joop Cohen van de Partij van de Arbeid, Sigrid van Haarsma-Buma van CDA, Alexander Bechtold van D66. Wij hebben ook vrouwen, mevrouw Jolande Sap van GroenLinks en Kees van der Staaij van de SGP. Wij vinden het werkelijk een bijzondere gelegenheid. De staatkundige structuur is immers 10 oktober van het afgelopen jaar gewijzigd. Een historische mijlpaal. Curaçao is nu een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. En we hebben daarom naar dit bezoek uitgekeken. Niet in de laatste plaats, omdat deze ontmoeting een goede gelegenheid biedt om als gekozen volksvertegenwoordigers van onze landen onderling met elkaar van gedachten te wisselen. Door de nauwe banden tussen Nederland en Curaçao bestaat in Nederland en in het Nederlandse parlement in het bijzonder veel belangstelling voor de ontwikkelingen op Curaçao. We hopen oprecht dat we vandaag en morgen in de diverse gesprekken en bezoeken een goed beeld kunnen krijgen van de ontwikkelingen op Curaçao. We zijn hier naartoe gekomen als volksvertegenwoordigers om elkaar te luisteren en elkaar in de persoon te leren kennen, zodat we elkaar beter kunnen vinden als het nodig moet zijn. Namens de delegatie spreek ik de hoop uit dat wij tijdens ons verblijf het onderlinge begrip en het vertrouwen verder kunnen uitbouwen en versterken. En we hebben ook al laten zien dat onze landen gezamenlijke prestaties kunnen leveren in de prachtige winst- en wereldkampioenschap van onze mondband, waar veel mensen van Curaçao in zitten. Dus ik verheug me op deze bijeenkomst. Dank u, mevrouw collega voorzitter van Treet. Nu geef ik het woord aan de fractievoorzitter van de VVD, de heer Blok. Dank u wel, voorzitter. En ook wat mij betreft heel goed dat we vandaag met elkaar kunnen spreken als volksvertegenwoordigers. U als vertegenwoordigers van het zelfstandige land Curaçao, wij als vertegenwoordigers van het al even zelfstandige Nederland. Ik heb altijd zelf een grote eer gevonden om als volksvertegenwoordiger mijn kiezers te kunnen representeren en de regering te kunnen controleren en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van mijn land. En ik denk dan dat ook uw ambitie is om door het controleren van de regering een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van uw land. Uw voorzitter noemde al het rapport van de commissie De Rozemuller, wat natuurlijk de beide landen de nodige aandacht heeft getrokken. Het lijkt mij logisch dat het vooral is aan het parlement van Curaçao om te beslissen hoe ze daarmee omgaan. Wat ook past bij een parlement van een zelfstandig land. Ik kan hoogstens vanuit mijn positie zeggen dat als een rapport met kritische informatie over de regering van mijn land gepubliceerd zou worden, dat ik zou aandringen op een onderzoek in mijn land, omdat ik het van belang vind dat er openheid is over de geruchten. Waarheid komt. Maar nogmaals, dat zeg ik in mijn rol als volksvertegenwoordiger in mijn land. Het punt wat ik wel vanmiddag ter sprake wil brengen, is een punt waar beide parlementen over gaan, omdat er wetten zijn die rijkswetten zijn, waar we dus beide een rol in hebben. En een zeer belangrijke wet wat mijn partij betreft, is dan de rijkswet personenverkeer, die het verkeer tussen landen Curaçao en Nederland regelt. En ik weet dat wanneer een Nederlander naar Curaçao wil voor permanente vestiging, dat het land Curaçao daar eisen aan stelt. En een land mag ook eisen stellen, vind ik, aan de mensen die zich willen vestigen in dat land. Curaçao stelt de eis dat Nederlanders die zich hier permanent willen vestigen voldoende inkomen hebben. Dat ze ook geen crimineel verleden hebben. Dat vind ik redelijke eisen. En ik wil dus ook dat wij in Nederland zulke eisen kunnen stellen aan mensen die zich permanent in Nederland kunnen vestigen vanuit het land Curaçao. Dus ik zou graag de komende maanden voortgang willen maken met het aanpassen van die wet, zodat wij in Nederland dezelfde eisen kunnen stellen als hier in Curaçao gesteld worden. Dank u wel. Dank u, meneer Blok. Nu geef ik het woord aan de vraag.